wil bouwen. En cultuur hoef je niet te bouwen, want dat is er gewoon. Je kunt namelijk niet niet cultuur bouwen. Je kunt wel dat proces van tribes bouwen, cultuur bouwen, wat ordentelijker laten verlopen. Als je niks doet, er ontstaan altijd omgangsvormen, want anders kan je niet met elkaar in een zaaltje zitten. Alleen als je niks doet, gaat het vaak met veel geharrewar en gehakken taken, soms bloedvergieten. En je kunt dat proces wat faciliteren, waardoor je minder bloedvergieten krijgt en minder traken. Dat is prettig. Nou, een cultuur te bouwen is het handig om te weten hoe ontstaat cultuur dan en hoe kan je het veranderen. Daar gaan we mee aan de slag. Ik geef daar weer even wat input voor. Hoe ontstaat cultuur? Ik geef altijd het voorbeeld van, ja, hoe doen mensen dat? Zet 5 kinderen in een zandbak, 5 kleuters, en zien wat ze doen. Is dat fantastische programma, het geheime leven van 4-jarigen. Nou, dan weet je hoe dat ongeveer gaat. En er is een antropoloog, psycholoog, Shine, een goede man, is een paar jaar geleden overleden. Ik vind hem vreselijk inspirerend. Die zegt, ja, eigenlijk is het best wel moeilijk hoe mensen cultuur bouwen, want het zijn altijd, het is heel moeilijk heel veel normen, waarden en kernwaarden uit te zoeken. Maar Shine zegt, eigenlijk hebben mensen maar 2 existentiële levensvragen. Daar hou ik van, als de wereld zo simpel wordt voorgesteld. 2 existentiële levensvragen. Uiteindelijk gaat het over, hoe pas ik mij aan mijn externe omgeving? In de zin van veiligheid en voedsel. Ik moet overleven. Dus ik moet zorgen dat ik bonen en een maïsveldje heb. Of als ik een bedrijf ben, dat ik genoeg winst en omzet maak, genoeg koekjes verkoop. En dat ik niet door een vijandelijke stam in de pan word gehakt. Dat is ongeveer mijn bestaansrecht. Als school is dit alweer een moeilijker opgave, je bestaansrecht. Per definitie zijn koekjes bakken makkelijker dan leerlingen afleveren. Want we hebben net de discussie, ja, is je aanpassen, je doelen halen dan diploma's? Of is je doelen halen goede, volwassen, gezettelde wereldburgers? En moet de omgeving ze dan leuk vinden? Of moeten ze zichzelf leuk vinden? Dus dat is al niet zo. En ben ik er dan voor ouders? Of ben ik er voor leerlingen zelf? Of ben ik er voor de samenleving, dat fijne burgertjes worden? Of ben ik er voor de Chinese partij, dat hele inzetbare burgertjes worden? Dus voor wie ben ik er dan? Dat is helemaal niet zo makkelijk gevraagd. Maar oké. Externe aanpassing, voedselveiligheid, overleven. Vervolgens is de vraag, hoe doe ik dat een beetje leuk als groepje? Hoe doe ik dat een beetje gezellig? Liefst zo gezellig dat er kinderen / diensten producten uitkomen. Ja, dus tribes maken kinderen, gezinnen maken kinderen, soms niet altijd. En organisaties die leveren producten en diensten. Dus hoe doe ik dat een beetje leuk afgestemd? Nou, vervolgens zegt Shaya, die 2 vragen die kan je weer verdelen in een aantal subvragen. En dan kan je ze checken en kijken, hoe is mijn cultuur gebouwd? Hebben wij als team, als groep, als directieteam, als MT, als docententeam, als overkoepelende scholengroep, hebben we dan al die vragen beantwoord? En Shaya zegt dus, dit zijn de culturele vragen die elke groep zichzelf stelt. En de antwoorden, dat is wat voor cultuur. En elk groepje geeft andere antwoorden. Daardoor krijg je diversiteitsissues. Maar op zich even zo van, nou ja, hoe kan je die vraag dan beantwoorden? Dan geef ik weer dat voorbeeld van die kleuters en die zandbak. Stel je voor, er is een groepje kleuters en het is speelkwartier en ze rennen school uit en ze zeggen, zullen we in de zandbak? En dan gaan ze in de zandbak en dan gaan ze op de rand van de zandbak zitten en dan zeggen ze, wat gaan we doen in de zandbak? En een van de kleuters zegt, nou, we gaan een heel groot zandkasteel bouwen. En de andere kleuter zegt, nee, we gaan een diep gat graven. Nou, dat wordt een beetje zo heen en weer gesteggeld en het wordt het diepe gat. Dat is het besluit. En dan heb je een missiestrategie. Dan zeg je, de missiestrategie van deze groep kleuters is om een heel diep gat te graven. Hè? Dat is best concreet. En dan kan je nog smarte doelen aan verbinden. Dan zegt een van de kleuters, mijn doel is om in de eerste pauze tot mijn elleboog te komen. Dat is heel smart. Dan kan je KPI's opzetten, kan je toetsen, kan je monitoren, kan je naar de inspectie. Met welke middelen doen we dat dan? Graven we alleen met onze handen, of hebben we harkjes en schepjes, of mogen we de grote rode schep van de juf lenen? Dus welke middelen zijn toegestaan om een diep gat te graven? En dat is best interessant, hè, dat soms niet alle middelen zijn toegestaan. Dus wat mag ik inzetten? Dus bijvoorbeeld, ik was een keer bij een politieteam in Amsterdam, en politieteams hebben met de ME, het arrestatieteam, het probleem dat hun voorziening heel duur is. Want dan gaan ze met elkaar vechten en ME-oefeningen doen. Branden ze het hele terrein, slaan ze in elkaar, branden ze plat. Dat moeten ze elke keer opzetten, is hartstikke duur. Toen hadden ze bedacht, hadden ze iets leuks bedacht, hadden ze bedacht. Ze hebben ook te weinig mensen om tegen te oefenen. Hadden ze bedacht,
nou weet je wat we dan doen? Dan nodigen we advocatenkantoren uit. Die kunnen dan tegen veel betaling, mogen ze stenen gooien naar de politie als bedrijfsuitje. Hartstikke leuk, maar het haalde het politiek niet. Het wordt politiek toch als foutje, ja, dat samenleving, maar wel creatief. Dus welke middelen mag ik gebruiken om mijn doelen te bereiken en uiteindelijk mijn missie te vervullen? Resultaatmeting is belangrijk. Stel je voor, na de eerste pauze, één kleuter, dikke snot te bellen, traan, helemaal overstuur. Want die had gedacht dat het zo'n groot gat werd dat je er met z'n allen in kon zitten. Maar het is zo'n klein diep gaatje, dus die is helemaal teleurgesteld. Nou, dan heb je van tevoren niet bedacht hoe je resultaat er aan de achterkant uitziet. Dan heb je niet genoeg dat gelaten. En correctiestrategieën zijn belangrijk. Dus stel je voor, een van de kleuters is aan het graven en het gat gaat scheef. Dat doen gaten soms. Ik ga ze nog scheef. En dan is de vraag, hoe corrigeer je je medekleuter? Zeg je tegen je medekleuter, hey Jan, je gat gaat scheef? Of krijg je dan een klap met schepje op je hoofd? Hè? Dus het kan ook zijn, dus doe je collegiale, dat je denkt, nou ja, je hebt altijd ruzie met die klas. Hallo Jan, je gat gaat scheef. Mag je dat zeggen? Of mag alleen de leidinggevende, de teamleider dat zeggen? Dus loopt de juf rond door de zandbak om te checken waar gaten scheef gaan. Dat kan ook bij de juforganisatie. Of zeg je nee, we doen een KPI kwaliteitskeurmerk kleuter met een petje. KPI kwaliteitskeurmerk kleuter, inspectiekleuter. En die loopt rond om te kijken of gaten scheef gaan. En daar lach je om, maar zo hebben we het georganiseerd, hè, in de meeste organisatiescholen, dat je commissies maakt, collegiale audits en zo om elkaar te toetsen, in plaats van dat je zegt, Jan, gat gaat scheef. Nou, het is correctiestrategie. Dus wat een groepje kleuters doet, die bedenkt eigenlijk wat zijn onze antwoorden op deze culturele vraag van voortbestaan en veiligheid. Dag! Ja. Tot de volgende keer. Ja, jammer! Ja, ja, die kleuters liggen natuurlijk helemaal niet keurig op volgorde. Dat gaat kriskras door elkaar met de tranen en de lach. Ondertussen doen ze ook nog dit. Ze maken ook nog interne afstemmingscultuur. Ze bedenken bijvoorbeeld jargon en grapjes. Dus bijvoorbeeld een van de kleuters zegt, mag ik rood? En dan snapt iedereen dat hij de grote rode schep van juf wil lenen. Dus je maakt snelle taal die alleen jouw groepje kleuters begrijpt. En dus je maakt met mensen in het onderwijs, heb je grapjes die je alleen kunt maken met collega's uit het onderwijs en niet op de verjaardagsvisite van tante Elisabeth. Dus je hebt specifieke jargon en grap. Dat gaat ook gelijk over groepsgrenzen en structuur. Dus stel je voor, in de tweede pauze vraagt iemand uit een andere klas, kleuter, die komt langslopen en die zegt, mag ik meedoen? Nou ja, als je vriendjes bent met de grootste kleuter wel, anders niet. Dus wie bepaalt wie er bij de groep hoort. En dat is wel iets wat in deze tijd veel meer fluide is geworden dan vroeger. Heel veel organisaties zeggen, het is hier onveilig. Dat is altijd spannend. Ik denk, waar dan? Waar lopen die slangen dan? En hoezo is dat onveilig? En ik denk dat dat er wel mee te maken heeft dat ze minder groepsgrenzen hadden. Vroeger, toen alles beter was, had je gang of bouwlaag in het onderwijs of zo, vakgroep. En dan wist je gewoon, dit is een antropoloog die is gepromoveerd op tractatiegedrag door de jaren heen. Echt geweldig, kan als antropoloog. Maar het is wel interessant, die zei ja, vroeger, als je jarig was, dan bestelde je een doos gesorteerd gebak. En dan wist je, er zijn 14 collega's op de gang. En Roos heeft, die is altijd aan de lijn, die wil niet. Bart wil altijd aardbeiengebakje en Jos chocoladebol. Dus dat wist je gewoon. En nu, wat je nu vaak doet, is dat je dan op de docentenkamer of in de koffiehoek zit je dan een schaal met sozijse broodjes of soesjes met een kaartje erbij. Ik ben jarig, je mag pakken. Omdat je geen idee meer hebt wie er is, wie thuis werkt, wie op de gang is of er externe netwerkpartners zitten. Je hebt ook nog online vrienden, collega's. Dus het is veel fluïder. Soms heb je met een zorgpartner meer een collegiaal gevoel dan met je naaste collega. Dus de grenzen zijn fluffier geworden. Het heeft mooie dingen. Het is permeabel. Je kunt er doorheen. En het is onveilig daardoor. Je weet niet wie erbij moet. Macht en status is altijd belangrijk. Want één van de kleuters wilde liever een hoog zandkasteel maken. Maar het is het gat geworden. Dus what happened? Was hij groter, sterker, verbaalvaardiger? Meer humor, meer vriendjes. Dus waarom is het
zandkasteel geworden in plaats van een diepe gat. Nou, daar gaat even een andere keer over. Vriendschap, liefde, seksualiteit is belangrijk. Op jullie school natuurlijk niet, maar in al die andere organisaties waar ik voor wel. Dus ja, hoe zit dat precies? We bouwen structuren heen om affectie, om afkeur en voorkeur. Ik was een tijd geleden in een jeugdzorgorganisatie en die was eerst zeg maar thematisch opgedeeld in afdelingen. En nu gingen ze naar regionaal. En ze vroegen, wil je helpen om de nieuwe indeling en structuur te implementeren? Ik zei, nou, dat is goed, mag ik hem zien? Toen kreeg ik hem te zien en ik begreep hem niet, want het was regionaal. Maar er zat een soort wormvormig aanhangsel ding aan. Ik zei, wat is dat dan? Wat is regionaal? Ja, maar dan snap ik dat niet. En toen liep mijn opdrachtgever naar de deur en die deed ze zachtjes dicht. En zei, nou ja, kijk, het zit zo. Het is regionaal. Maar deze twee mensen die hebben een relatie met elkaar, maar ze zijn alle twee getrouwd, dus we kunnen die teams niet samenvoegen. Oh nee, dan snap ik het, weet je, dan kan je weer door, zeg maar. Dus we bouwen hokjes om mensen heen. En als je goed naar je organogram kijkt, als je eerlijk naar je organogram kijkt, heb je altijd een projectbureautje. En daar zitten oefmensen in, met niemand, waar niemand mee wil samenwerken, maar waar je niet snel af kan. Of mensen die heel leuk zijn, maar het was niet echt een officiële functiebeschrijving. Maar dan stop je iemand in een vrije rol. Ken je dat? Dat soort, dus er zitten altijd verhalen over organogrammen. En die gaan altijd over affectie of juist verbroken relaties. Die gaan er altijd over. Dus wat is het verhaal, het narratief van vriendschap, liefde, seksualiteit in jouw organisatie? Als je zo in het plaatje. En soms gaat het zo ver, als ik in het Stadsarchief Amsterdam, daar was ook mensen waren in een projectbureautje gezet waar niemand mee wou samenwerken. En toen gingen ze verhuizen, toen waren ze ze vergeten. Mensen hebben daar 2 weken gezeten, echt heel zielig. Ja, je lacht, maar je zou daar zitten in die kelder. Dat is echt heel treurig natuurlijk. Dus vriendschap, liefde, seksualiteit is altijd een ding. Straf en beloning is een ding. Stel je voor, een van de kleuters krijgt het op zijn heupen, pakt een hand zand, gooit in het gat. Wat doe je ermee? Gooi de zandbak uit, sla je het schepje op hoofd. Of zeg je leuk, nieuw spel. En ga je dat allemaal doen en verandert het gat in een zandkasteel. Dus hoeveel plek is er voor nieuwe initiatieven, voor iets anders doen? Hoe moet je dan uit? Hoe ver moet je gaan om ontslagen te worden op jullie school in het onderwijs? Wat mag je echt niet doen? Wat kan er wel door de beugel? Ook dat moeten de tribe denken. En een tribe, elk groepje mensen, elke cultuur moet bedenken. Wat doen we met het onverklaarbare? Stel je voor, het gat stort in. Dat kunnen gaten zomaar doen. Dus leerling, slagingspercentages vallen tegen, leerlinginstroom valt tegen. Opeens gebeuren er dingen die helemaal niet door de beugel kunnen. Ongewenst gedrag, ruzie, je wil niet op de regen trappenmotors. Er gebeurt iets onverklaarbaars. Wiens schuld is dat dan? En wat ga je eraan doen? Er zijn groepjes kleuters die zeggen, nou, als het gat instort, dan komt dat door de juf die er met de grote kaplaarzen te dicht naast liep. Dus dat noemen we wel offercultuur in de antropologie. Het is heel effectief, moet je zorgen dat je een goede afdeling marketing communicatie hebt. Je smeert iemand in met knoflook en Spaanse peper. Gooi je op het offerblok, zit je groot in de krant. Zeg je, nou, deze gynaecoloog uit dit ziekenhuis hebben veel sterftebabytjes bij bevallingen. We hebben 2 mensen ontslagen en dan is het tribe weer gezuiverd. Bijzonder effectief, moet je het groot in de krant zetten. Ja, dus dan doe je naar buiten toe dat je er alles aan hebt gedaan. Er zijn ook organisaties die zeggen, nee, als het gat instort, dan hebben wij het niet goed gebouwd. We moeten wat schuiner graven of wat meer water aan de randjes doen. En dan heb je een meer introspectieve cultuur. Dan ga je naar jezelf kijken, doe je projectevaluaties, doe je long life learning, doe je dit soort trajecten, programma's om mensen toe te rusten, doe je intervisieachtige dingen. Dus dan zeg je, we moeten als kleuters beter leren graven. En als het gat instort, hebben we dat aan onszelf, dan moeten we onszelf verbeteren. Dan tuig je HR en personeelszaken en zo, en learning and development op. Ja, dus dan krijg je een andere structuur als je dat belangrijk vindt. Je hebt ook groepen kleuters die zeggen, ja, dat gat instort, dat kan ik toch niks aan doen, dat is inshallah. Deo voor lente, zijn wil geschieden. Eis en wederdienende. We hebben daar prachtige culturele uitspraken voor om aan te geven dat jij er niks aan kan doen. En dan kijk je een beetje hoe de sterren staan. Het enige wat je kan doen is een beetje offeren, een beetje bidden, een beetje kijken als je in een
bijvoorbeeld in een hele politieke organisatie werkt, een beetje kijken hoe zo wie uit welke kamer komt. En dan weet je een beetje hoe de minister gaat beslissen. En dan kijk je een beetje naar boven. Maar daar kan je niet zoveel aan doen. Dus ja, dat zijn ook culturen die dan zeggen, nou ja, de directie. Ja, wat wil je zelf? De directie. Dus dan extrapoleer je het, zeg maar. Nou, dat. En een cultuur is dus niet de vragen, maar cultuur is de antwoorden op deze vragen.